Succesvolle innovatieve producten en diensten maken de ouderenzorg efficiënter en beter. Dat is nodig, want vergrijzing betekent steeds minder zorgverleners en steeds meer zorg. Nou, in het IAB 4-programma proberen we talentvolle MKB-ondernemers en specialisten uit de zorg met elkaar samen te laten werken. Het gaat er eigenlijk om nieuwe producten en nieuwe diensten te ontwikkelen die betaalbaar zijn, maar die in de praktijk heel erg goed werken en bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van het leven. Dat levert prachtige resultaten op, waarbij alle patiënten, instellingen, maar ook de MKB-ondernemers behoorlijk baat bij hebben. Diabetes. 740.000 mensen in Nederland hebben gediagnosticeerde diabetes, waarvan 90% type 2. Ongeveer 250.000 mensen weten niet dat ze diabetes hebben. In totaal zijn er dus ongeveer 1 miljoen mensen met diabetes in Nederland. Per jaar komen er 71.000 mensen bij. Tussen 1990 en 2007 is het aantal diabetespatiënten gestegen met 95%. In 2025 zal dit aantal nogmaals verdubbeld zijn. Er zullen dan 1,3 miljoen mensen gediagnosticeerde diabetes hebben. Ik ben Lenny Dekkers van Area Consult en samen met MKBR RCH, zorggroep Synchroon, zorggroep RCH in Tilburg en de DVN ontwikkelen producten en diensten voor diabetes. Kennis is essentieel voor zelfmanagement. En dat is de waarde van ons product. We brengen kennis van professionals en patiënten samen in interactieve apps, waar mensen meer leren over hun ziekte, zodat ze die ziekte beter in balans kunnen houden. En dat combineren we met fysieke ontmoetingsplekken waar professionals en patiënten elkaar ontmoeten. Medicijntrouw. Van alle mensen in Nederland gebruikt 38,5% medicijnen. Jaarlijks worden meer dan 145 miljoen medicijnen verstrekt. Hoe goed medicijnen werken is vooral afhankelijk van het voorschrijfgedrag van artsen en hoe therapietrouw patiënten zijn. Jaarlijks belandt 2,4% van de medicijngebruikers in het ziekenhuis als gevolg van onjuist medicijngebruik. Dat zijn 41.000 mensen. 1200 mensen sterven hierdoor en 1800 houden blijvend letsel. In 19.000 gevallen is het vermijdbaar. De geschatte kosten van dit onjuiste medicijngebruik zijn 85 miljoen euro per jaar. Mijn naam is Herbert Wendges, General Manager van Pillbox4U. In mijn directe omgeving zag ik de impact van therapie ontrouw, medicatiefouten en de problemen die kunnen ontstaan bij een foutieve registratie van medicijnen. Samenwerking levert uiteindelijk veel op. Als je durft te delen, dan zul je uiteindelijk ook stevig kunnen vermenigvuldigen. Bijvoorbeeld met techneuten, die moet je veel ruimte, tijd en input geven. En je moet natuurlijk ook veel kunnen brainstormen met zorgprofessionals uit thuiszorgorganisaties en instellingen. Als je dat allemaal samenvoegt, al die gegevens, dan kom je uiteindelijk tot een fantastisch product, namelijk de Pillbox. Dementie. De kans dat iemand in zijn leven dementie krijgt is 20%. In 2011 hadden 243.000 mensen gediagnosticeerde dementie. Binnen 30 jaar zal het aantal mensen met dementie verdubbelen tot ruim 500.000. Met een piek in 2050 van ruim 565.000 mensen. 70% van de dementerende woont thuis en wordt verzorgd door mantelzorgers. 82% van de mantelzorgers is overbelast of loopt een groot risico op overbelasting. In 2011 waren de zorgkosten voor dementie 3,9 miljard euro. 97,2% van de zorgkosten in verzorgingshuizen, verpleeghuizen en de thuiszorg wordt besteed aan dementie. Iedere oplossing die ervoor zorgt dat mensen 1 maand langer thuis kunnen wonen, bespaart vele miljoenen euro's per jaar. Ik ben Jan Ritsema en ik werk bij Menasse. In een samenwerkingsverband hebben wij Into Dementia ontwikkeld. Into Dementia is een ervaringstraining voor gezonde mensen om de emotie te voelen die hoort bij dementie. Contacten met zorgverzekeraars en andere financiers is een ingewikkeld, maar wel heel belangrijk proces. Vanaf het begin hebben we ook met hen gesproken. Doordat er financiering van IAB 4 was gekomen, was het voor andere financiers ook makkelijker om te investeren in de ontwikkeling van Into Dementia. Iedereen met kennis, ideeën of expertise op het vlak van zorgeconomie nodigen we uit om contact op te nemen. Meer informatie vindt u op www.iab4.nl.